Ik ruik een patat. Maar Arjan was net achter me. En nu niet meer. Ja. Dus. Nou. Rotterdam Centraal. Onderweg naar de trap. Ik heb er nou wel zin in. Moet je even kijken hoeveel zin ik erin heb. Oh, wat heb ik er zin in. Ze gaan zo aan de beademing, denk ik. We gaan eerst even een bak koffie halen, lekker. En wat te eten. Een beetje energie hebben natuurlijk. Om wat dingen te houden. De dingen zijn ze stijl ook. Hebben ze geen roltrap? Ze hebben geen roltrap. Nou, gaan we met de lift of zo. Eerst even een bak koffie. Groot handelsgebouw. Dus geen trapje te maken op het kleinhandelsgebouw of zo. Moeten we per se naar boven zo? We gaan het meemaken hoor. Ik met mijn conditie van een te dik nijlpaard. Waarschijnlijk. Suus, waarschijnlijk zou je hem omhoog moeten trekken met een touw of zo. Ja, ik ben erg benieuwd. Dat klinkt toch niet veilig? Het rammelt van alle kanten. Als je maar één boutje los zit en je pleurt naar beneden. Moet je nou toch horen? Kan ik nog terug? Waar ter wereld hebben ze een wachtrij voor een trap? Waar? Van alleen in Rotterdam. Ja, daar weten ze van wat. Kilometers in het rond, aan de palen in het rond. Waar je kijkt aan alle kanten. Dat kan alleen in Rotterdam. Nou, daar gaan we. Ja, daar weten ze van wat. Wat zou kunnen kan ik maken, je nergens voor elkaar. Dat kan alleen in Rotterdam. Burgrelis ging op stap, waar Rotterdam bekijken. Hij keek zijn ogen uit, in die moderne wijken. Hij liep de tunnel door, en zei een kwartiertje later. Zijn we er al bijna? Dat is gek, ik ben al droog. Nou, ik weet je niet allemaal dit. Kilometers in het rond, aan de palen in de grond. Waar je kijkt aan alle kanten, dat kan alleen in Rotterdam. Ja, dat weten ze van wand. Wat zo'n dunne kant en klaar, draai je nergens voor elkaar. Dat kan alleen in Rotterdam. Een heer uit Amsterdam, die kwam hier met de trein aan en vroeg dat steegje daar, is dat nou jullie lijnbaan? Een jongen op de fiets, die riep hij snuiter stop eens. Ik kwam hier gisteren langs en toen stond de rood op eens. Nou, opa's boven. Wordt dit niet makkelijker geweest in plaats van die trap? Oh, sorry. Nog een trap. Dat het lekker weer is. Wat? Nou, dat is tenminste niet zo erg als ik buiten adem. Oh. Waar is mijn vrouw? Is die gesprongen? Nee toch? Jij zet de muziek onder, hè? Nee, jou, dit blijft gewoon, hoor. Alles op zijn minst alleen maar die ene regel. Oh,
De dames zijn in selfie-modus volgens mij. Als jij nou die kant op. Als jij nou die kant op kijkt, dan doe ik de foto vanaf die kant zitten we met de zon. En dan moet je wel een beetje goed lachen natuurlijk. Duurt uren dit jaar. Als je nou aan de andere kant gaat staan, zo bij de boom, achter de boom, dan kijk je tegen de zon in, dan krijg je mooie reflecties. Helemaal in de verte, hoe het mogelijk. Die Rasmusbrug. Wat is nou wat, ja, knaller? Ja, serieus, stond net aan de overkant daar zo, hè? Stond er een vent met een blauw Disney vest. Echt als een Mongool te zwaaien. Werd er toch gewoon niet gereageerd? En jullie zaten zo'n beetje leuk foto's te maken. Als je nou daar gaat staan, in de zon en met dat ding. Dan ga ik een beetje bij die boom. Maar dan moet je wel lachen, want ik kan van die reflectie zo gebruik maken. Wat stonden we dan? Aan de overkant daar. Ik ruik een patat. Maar Arjan was net achter me. En nu niet meer. Ja. Dus. Echt leuk hierboven. Ja. Ja, de trap gaat binnenkort weg, dus. Ja, zou je hier vangen blijven staan, geloof ik? Ja. Toch wel? Nou, daar was de trap, daar is die. Oh, waar is die? Daar is die. Kut, ik kan niet zien. Niet fijn. We hebben er meer gedaan, we hebben weer wat gezonds gedaan ook natuurlijk. Was wel leuk, mooi uitzicht. Wel gezellig. Suus heeft bier op net, boven. Ik ken alles. Dus, doe het gewoon even liken en subscriben. Hoe meer volgers, hoe beter. Oh, oversteken. Spannend. Dus tot de volgende keer.